Omdat de Nationale Monumentendagen in het teken stonden van reizen, organiseerde Heemkunde Kring Draaihornik een uniek evenement in eenheid. Onder het motto van Een spoor van verandering werd rond de kapel en historische omgeving een reis in de tijd opgevoerd. De bezoekers waanden zich in een decor zoals aan het eind van de 19e eeuw. Compleet met bijpassende kleding werd het publiek door figuranten vermaakt en rondgeleid en kregen ze interessante anekdotes te horen over de geschiedenis van dit oude stukje eenheid. Vroeger de enige spoorverbinding van Nuenen en omliggende dorpen met de buitenwereld. Ja. Vincent van Gogh ontbrak natuurlijk niet. Als ze gingen lopen vroeger, dan ging het van café naar café, hè? Ja, ja. Maar het was ook wel nodig, want hij liep gewoon 6 uur achter elkaar als het nodig was. Hij liep een keer, had hij een afspraak met iemand in Tilburg. En 30, 32 kilometer. En daar liep hij dan. Maar dan kwam hij aan en zijn vrouw deed dan open, de vrouw van die man. En zei, oh, hij is niet thuis. Nou, oké, dan gaat hij weer. En hij ging weer 32 kilometer terug. De stationschef, waarom denk ik nu aan Bromsdorf, controleerde nauwgezet iedereen op geldige vervoersbewijzen. Alle treinen vertrokken over 17 minuten. Chef, kunnen wij een kaartje kopen naar Groningen? Ja, dan moeten we even bij het plaatskaartenloket zijn. Ik ben degene die dus even kijkt of er voldoende is gedoneerd aan de Nederlandse spoorwegen. Maar wij zijn van de pers. Die mochten er ook voor niks meer rijden. Van de pers. Ja, maar deze dachten de pers, hoezo de pers gratis? Nee, nee, wij moeten ook onze broek ophouden dus bij de Nuenense spoorwegen. Ja. Dus nee, u gaat eventjes maar een geweldig plaatswijsje kopen en dan komt alles in orde. Tijden zijn veranderd. Ja, maar toch, maar als het allemaal niet lukt, dan mag u wel instappen als zwartrijder. En gaat u gang. We gaan eraan denken. Ja, succes. Tony van der Bomen, mede-auteur van het boek Nuenen op het randje en gids Oude Stijl op het evenement, leidde ons rond door de lommerrijke dreven van eenheid. Dames en heren, mijn naam is Tony van der Bomen, vandaag alias Robert Carrier, textielfabrikant eenheid. Ik leid u vandaag rond in dit industriële erfgoed en we beginnen met het stationskoffiehuis. Het stationskoffie, toen het station werd geopend, rolden de fabrikanten over elkaar heen om hier een stukje grond te bemachtigen om hun bedrijven te exploiteren. Vincent schreef hier zijn wereldberoemde brief en ik zal hem even citeren. Hij schreef die brief aan zijn mentor Anton Verrappert en hij schreef als volgt: sinds uw vertrek heb ik gewerkt aan een watermolen die waar ik naar vroeg in dat herbergje aan het station. Zijn vader had er een bierbrouwerij en hij wilde hier ook een bierbrouwerij starten. Eén ding had hij het over het hoofd gezien: als je bier brouwt, dat geldt trouwens voor alles en ander, moet je ook afzet hebben. Ja. Dus een afzet had hij geen, dus na 2-3 jaar was het failliet. Generaal Dempsey, de militairen stonden hier na de oorlog of tijdens de oorlog opgesteld. En generaal Dempsey die sliep hier. En die was s'avonds zo dronken dat hij met zijn pistool een gat in het plafond schoot. Vroeger was hier een loslijn en daar heeft het koninklijke treinstel gestaan. Koningin Wilhelmina heeft hier 2 nachten overnacht, 2 nachten geslapen. Omdat ze moest zijn in Eindhoven voor een radiotoespraak, de eerste radiotoespraak met Oost- en West-Indië. Toen is ze s'nachts bewaakt door 20 marechaussés, ja. Maar het mooie van het verhaal is, hier tegenover lagen beerputten. En die beerputten, er werd de fecalie van de Westelingen gedumpt. Het was zo, in het westen, die grote steden, hadden ze te veel stront over. En wij hadden het tekort. In die putten ging meer dan 100.000 liter. Maar er was overeengekomen, zolang het de koningin hier was, geen beerputten ledigen of vullen, want dat zou niet gepast zijn als de koningin deze onaangename geuren moest opsnuiven. Hé Janus, zo was het, hè? Ja, ja. Oké. Niet alles hoefde men te voet te doen. Men kon ook genieten van een rijtuigrit door deze mooie buurt. Favoriet voor ouders en kinderen. Toen zat ik daar een keertje op. Naast de archeologietent met kinderspel was er ook een interessante tentoonstelling ingericht vol wetenswaardigheden over deze vergane tijd. Zelfs de fiets die meedeed met de eerste Tour de France was te zien. En er was muziek. Het orkest van Willy en zijn oldtimers vermaakte het publiek met melancholische deuntjes uit een ver verleden. Zang, dankeschön, met rode rozen, zo blij.
Het was, zoals vroeger gezegd werd, een heel plezante reis in de tijd met Dray Hornik. Jammer dat het oude stationsgebouw verdwenen is.